baan 7 van ZPCH, Kaylee de Jong. Op baan 2, haar zusje Imani de Jong. Op baan 6, de kampioene op de 1500 meter vrije slag, Serena Stijl. Op baan 3, de nieuwe recordhoudster 800 meter, 17 jaar, Laura Zets. Op baan 5, uit Engeland overgekomen, maar gewoon een Nederlandse, Lulu Vos. En op baan 4, de kampioene van gisteren 800 meter vrije slag, Esmee Vermeulen. Opening voor Imani de Jong, 50 meter, 28,84. Esmee Vermeulen in baan 4 heeft al 2 keer de titel op het nummer opgeëist. Het lijkt een rustig begin. SP opent, SP Vermeulen 1-0-0-1930. Laura Zets 1-0-0-53 als derde en als tweede. Imani de Jong 1-0-0-51. Nou, Jeroen Esmee Vermeulen kan niet wachten. Die trekt er van tussen. Dat deze gisteren met die 800 meter vrije slag ook te maken. Ze beginnen een enorme voorsprong op de rest van het veld. En op de laatste meters was Laura Zets nog heel dichtbij om de overwinning af te pakken. Dat gebeurde niet. Vermeulen ervaren genoeg om in die laatste meters ook voor te blijven. En toen pakte Zets toch een prachtige leeftijdsrecord uit 1977. Hier is nu Vermeulen weer aan de leiding. Kijk, toch ook wel een beetje brutaal op de tweede plaats, Lulu Vos. In Engeland wonend en trainend. Ze heeft al wel gezwommen in de Nederlandse ploeg. Onder andere bij de Europese, het Jeugd-Europese Festival in 2013. Ja, en Lulu Vos gaat volgend jaar verhuizen naar Amerika, heb ik begrepen. We hadden een gast van de Virginia Tech University hier, de Nederlandse dame. Carolina Jager en deze dames hebben elkaar al eerder ontmoet. Lulu heeft gekozen voor de Universiteit Virginia Tech in Amerika om daar te gaan zwemmen en trainen. En natuurlijk de studie te volgen. Maar dit geeft Esmee Vermeulen niet weg. Die gaat hier een hele mooie tijd zwemmen. Ik weet niet precies. We hebben natuurlijk het kampioenschapsrecord van 4-4. Dat zal een moeilijke zaak worden. Maar ze kan in de buurt van haar persoonlijke record komen als ze dat wil. Persoonlijke record had ook al uit 2014 dateerd, dus al dat eventjes staat. En ze blijft heel stabiel zo, een halve seconde daarboven. En nu pakt ze daar toch weer wat meer vanaf. 31 honderdste nu boven haar persoonlijke record.
kijken wat dat inderdaad vervolgens gaat doen. We zitten al op 350 meter. Dat is die laatste baan hier, die moet het gaan maken. Dan gaat er Vermeulen daar nog sneller zwemmen. Ik ben toch ook wel verrast door Lulu Voster, die zo brutaal hier de tweede plaats hier gaat innemen hoor. Maar kijken we naar SB Vermeulen. Die gaat als eerste aantekenen 407-63. Lulu Voster tweede plaats 411-64 en Laura Sets 412-20. Beide dames hebben een mooi persoonlijk record hier aan het einde van deze race. Mani de Jong ook alweer bijna op het niveau van vorig jaar. De uitslag is officieel, dames en heren, de nieuwe Nederlands kampioenen. Uw applaus voor SB Vermeulen. Dan was dat de 400 meter vrije slag bij de dames. Dan gaan we verder met programma nummer 139 zometeen. Als de dames allemaal